De overheid moet goed voorbereid zijn op een eventuele rattenplaag die zich kan aandienen in de toekomst. In dit kader heeft de districtscommissaris van Ikeri, Senrita Gubardan, afgelopen zaterdag het rapport voor bestrijding van een rattenplaag overhandigd aan president Chandrika Persat Sontoki. De burgermoeder geeft aan dat dit rapport is samengesteld door een groep van deskundigen die actief is in de agrarische sector. Het rapport moet meegenomen worden in het maken van beleid als het aankomt op dergelijke calamiteiten. De rattenplaag is niet weg, dat snapt u wel, dus dat moet uitgebreid worden. En dit team blijft bestaan, dat is heel erg belangrijk. En de rattenplaag is er nog, dus er moet er op beleid uitgevoerd worden, uitgestippeld worden. Ze hebben geweldig goed werk verricht, met aanbevelingen allemaal, en die nou verder gaat doorwerken met LPV. Belangrijk is dat je dus, kijk, het is iets dat niet weggaat. En we hebben al een beeld wat er nu moet gebeuren. RVV is al bezig met het buitenland om te bekijken hoe we dit stukje kunnen aanpakken en hoe we gericht beleid erop los kunnen laten. President Sontoki zei dat het rapport en vooral de aanbevelingen zullen worden besproken in de regeringsraad, alvorens te komen tot besluiten. En dan nemen we besluit en dan gewoon een team aanwijzen om alle aanbevelingen verder uit te werken. Een concrete actiedraaiboek en hopelijk zullen jullie beschikbaar blijven om ook dat team verder te ondersteunen. Het staatshoofd zegt dat de regering ook nagaat hoe boeren in de toekomst gecompenseerd kunnen worden die eventuele schade oplopen als gevolg van een plaag of gevolgen van klimaatverandering zoals zware regen, droogte of overstromingen.